Hallo, dag liefste Scorpioen, welkom op jullie wekelijkse lezing. Ik zal het vandaag hebben over de nieuwe maan die eraan zit te komen op 6 juni in het teken van tweeling. Belooft een zeer mooie, invloedrijke nieuwe maan te zijn. Waarom? Omdat de nieuwe maan daar samen zal staan met de planeet Venus. Die planeet, die godin van de liefde, die planeet die houdt van diplomatie, balans, evenwicht. Die zal als het ware een beetje magie over ons heen gooien met deze nieuwe maan. Ben je nieuw op mijn kanaal? Welgekomen. Ben je een trouwe kijker? Dubbel welgekomen. Ik neem eventjes de tijd om jullie uitdrukkelijk te bedanken voor de talrijke likes, reacties en steun die ik heb al mogen ontvangen van jullie. Het wordt hartelijk geapprecieerd. Vanaf nu kan je ook altijd online een reading bij mij aanvragen. Je dient mij gewoon een mailtje te sturen naar gaelstarot@gmail.com. Is dat niet helemaal duidelijk, dan kan je ook mijn e-mailadres onderaan in de video vinden in de beschrijving. Je klikt gewoon op de beschrijving en daar zal je de nodige uitleg kunnen vinden. Deze reading is goed voor zowel schorpioen in zonteken als ascendant als eventueel ook maanteken. En wij gaan er direct in duiken. Ik ben eventjes op zoek achter mijn stilo. Ja, altijd handig. Nu ten eerste, wat is een nieuwe maan? Hè? Om de 28 dagen hebben we een nieuwe maan. Ik denk de meeste onder jullie weten dit ondertussen wel. Hè? Maar elke nieuwe maan is in een nieuw sterrenbeeld. Hè? Want we schuiven op van sterrenbeeld continu. We moeten alle 12 doorlopen, de nieuwe maan dan ook. Hè? En elke nieuwe maan in elk nieuw sterrenbeeld zal een connectie maken met de planeten die telkens op een andere stand staan. Hè? Die planeten maken ook hun transit continu. Dus daardoor is elke nieuwe maan een belichting met andere nieuwe energie. Dat is eigenlijk spreekt voor zich. Een nieuwe maan is ook altijd het specifieke moment in de nieuwe maan, in de maand, wanneer de maan en de zon samenkomen. Hè. Dus die komen echt wel, die connecteren bijna. En ook die energieën zullen connecteren. Als we een volle maan hebben, dan zie je altijd dat de zon en de maan tegenover elkaar staan en die energieën connecteren niet. Bij een nieuwe maan wel. De energieën van de maan hebben dan eerder, ik zal maar zeggen, toeslag op onze emoties. De maan heeft meer betrekking naar de manier hoe dat wij zaken ervaren. En ook waar we ons veilig voelen en bij wie wij ons veilig voelen. En de zon heeft dan gewoon, denk maar aan de zon, die uitbarstende flares dat je kan zien van de zon. Dat is zo'n uitbundige energie. Dat is zo'n beetje meer onze mannelijke energie ook. De maan wordt geconnecteerd met onze vrouwelijke zijde. De zon wordt geconnecteerd met onze mannelijke zijde, yin en yang terug. Hè? Dus als die twee samenkomen, dan kan je gewoon luid op gaan denken, is het moment van een nieuwe maan, een nieuw zaadje dat je kan planten, dat geboren kan worden. Hè? Wanneer die twee grote hemellichamen, vrouwelijk en mannelijk, samenkomen, is de geboorte van iets nieuws. Dus dat is letterlijk, maar dat is in ons leven ook zo. Dus alles is continu geconnecteerd. Dat is heel mooi om te zien en daar eens dieper in te gaan. Nu, de geboorte van iets nieuws, de geboorte van een nieuw idee. Daarom zeggen we altijd, een nieuwe maan is een heel goed moment om een nieuw zaadje te planten. De boeren deden dit, of doen dit zelfs nog vaak altijd. De meeste boeren dan toch althans werken met cyclus van de maan. Hè. Dat is ook zeer interessant. Onze vrouwelijke cyclus gaat mee met de maan en zo verder en zo verder. Maar ik wijk uit. Het belangrijkste is dat je weet dat die geconnecteerd zijn en dat we daardoor iets nieuws kunnen implementeren. Hè. De nieuwe maan staat ook in het teken van tweeling. En dat is wel van belang, hè? Want het zal die eigenschappen van tweeling met zich meebrengen. Wat zijn die eigenschappen? Bovenal is een tweeling een goede communicator. Hè? Het is ook een teken die heel veel nieuwe ideeën heeft. Heel veel creatieve ideeën. Dus deze nieuwe maan is daarmee geconnecteerd nu momenteel. Dus dan denk ik al direct, heb je iets belangrijks te zeggen, iets belangrijks mede te delen aan andere mensen, dan is deze nieuwe maan een goed moment om dit naar buiten te brengen. Als voorbeeld, heb je bijvoorbeeld een zaak en wens je een promotie te lanceren, dan zou ik zeggen, doe dit met deze nieuwe maan in tweeling. Heel goed moment om te communiceren naar anderen en zeker online ook, want alles online is ook gekoppeld, gadgets enzovoort is gekoppeld aan tweeling nogmaals. Dus dat is eigenlijk hoe je zaken kunt gaan interpreteren. Je kan dit ook bijvoorbeeld doen aan je relaties. Hè? Is er iets belangrijks dat je dient te zeggen tegen jouw
partner of tegen jouw kinderen of tegen jouw familie of naasten of collega's of baas, noem maar op. Belangrijk is een goed moment nu om iets mede te delen. Ja? En dan vind ik het heel leuk om te zien dat Venus daar ook staat. Hè. Venus die zorgt echt wel voor die mooie diplomatie, die zachtere ondertonen die we nu kunnen ervaren in onze communicatie. Dus we kunnen wel wat zachter zijn. Of het is althans zeker nodig met die nieuwe maan in tweelingen. Dus dat is één. Dus Venus trekt alles als het ware een beetje meer terug in balans. Wat ik dan ook zie is dat Mercurius ook in tweeling komt te staan. En dat is wel bijzonder. Want Mercurius is de heersende planeet van tweelingen. Elk sterrenbeeld heeft een heersende planeet. Jij, schorpioen, bent geregeerd door Mars. Tweeling wordt geregeerd door Mercurius. En als Mercurius dan in zijn eigen teken komt te staan, ja, dan voelt hij zich daar als een vis in het water. Dus dat is wel niet onbelangrijk, want ook daar zal Mercurius dan ons op een positieve manier beïnvloeden naar onze manier hoe we communiceren met anderen. En dan als laatste, om het rijtje af te maken, daar hebben we Jupiter. Jupiter, die hele grote planeet, de grootste planeet in ons zonnestelsel. Vorige week heb ik daar een video over gemaakt. Die staat ook in het teken van tweeling voor het volgende jaar tot en met juni 2025. Nu, ja, dat is prachtig om te zien, maar Jupiter brengt ons dan nog eens een extra dosis hoop mee. En brengt ons een extra dosis optimisme volgende week. Brengt ons een extra dosis geluk ook nog eens mee. Dus dan heb je eigenlijk ja, een party van 5 planeten die allemaal in het teken in dit hoekje van tweeling zullen staan. Hè? Dus wel krachtige energieën. Ik zal wel zeggen, met Jupiter in die positie, let op om niet te overdrijven. Want daar kan wel gebeuren dat die zaken naar boven komen. Jupiter houdt van expansie en groei. Hè? Maar in die positie nu kan dat wel leiden tot te veel. Hè? Dus probeer daar een balans in te houden. Hè? En dan denk ik, overdrijven in de zaken die je zegt, overdrijven in de zaken die je doet. Te veel beloven aan bepaalde mensen. Hè? Ik heb dit beloofd aan die persoon, dit aan die persoon, dit aan die persoon. En uiteindelijk, ja, je hebt maar 24 uur op een dag en je kan het gewoon niet waarmaken. Dat is jammer. Dus let op wat je belooft aan sommigen. Hè. Ik zie wel dat Pluto daar een gunstige factor in speelt. Hoor. Maakt een mooie connectie nu met Jupiter. Zodanig dat die energie van overdrijven wat uitgedijnd wordt. Maar toch, het zal niet volledig weg zijn. Dus daarom wens ik het toch eventjes mee te delen. Nu, die nieuwe maan in tweeling, ja, die benadrukt ons reactievermogen ook wel. Dus ik denk dat wij moeten opletten om niet te snel te reageren of te ageren. Best 2 maal nadenken voordat we iets zeggen of iets doen ook. Hè. En zeker bij zaken die ons triggeren. Dus voelen we ons getriggerd door een persoon of een zaak of iets. Hè, en we wensen iets te zeggen, even op de tong bijten, hè, zou ik dan zeggen, 2 maal nadenken. Hè. Over nadenken gesproken, tweeling is een luchtteken. Hè? Je hebt 3 luchttekens, weegschaal, tweeling, waterman. Een luchtteken is een rationeel teken. Hè? Dus het kan wel zijn dat je de volgende weken meer rationeler zult zijn, beslissingen ook maakt dan andere weken. Dat is niet voor iedereen, maar dat is de overheersende energie nu momenteel. Dus er kan wel een disconnect nu momenteel zijn met onze hartzijde. Zodanig dat je te rationeel bent in je beslissingen. Hè? Dus ook daarmee misschien wat opletten dat je toch je intuïtie nog naar boven brengt. Hè? Die emotionele, mooie, intuïtieve zijde die we allemaal aanwezig hebben. Ja, en zeker jij, schorpioen. Bij uitstek een van de meest intuïtieve tekens van de zodiac, van de 12 die er is. In persoonlijke relaties kan het ook zijn dat deze nieuwe maan iets blootlegt. Hè? Iets blootlegt die je al lange tijd onderdrukt houdt. Dus stel nu voor, je bent in een relatie en er is iets dat jij al lange tijd wenst te zeggen, maar dat je niet hebt durven zeggen tegen je partner. Dan kan het nu wel zijn dat dit naar de oppervlakte komt en die energie dwingt jou bijna om dit mede te delen of te zeggen. Ook dan zou ik opletten hoe ik iets communiceer. Probeer ook de komende weken zoveel mogelijk te luisteren naar anderen. Die Jupiter-energie ook terug doet ons niet, die tweeling-energie doet ons niet altijd luisteren. Het is van belang om wat meer te luisteren naar anderen in plaats van continu zelf te wensen, je profileren of spreken ook. En ik ga nog één iets daaraan koppelen. Belang van details komt ook eigenlijk aan bod. Dus wat wil ik daarmee zeggen? Bepaalde details van
van iets dat je gestart bent een tijdje geleden. Ik ga direct een voorbeeld geven. Heb je bijvoorbeeld een reis geboekt in januari of februari of maart, maakt niet uit. Dus in het verleden, nu, maar met de doelstelling om nu in juni of juli of augustus of de komende maanden te gaan reizen. Dus iets begonnen, iets gemaakt in het verleden om naar de toekomst te gaan ondernemen. Dan zou ik nu volgende week gebruiken om bepaalde details te gaan overlopen of alles afgevinkt is. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een reis direct naar verzekeringen, is dat in orde? De huur van de wagen, is alles in orde? Zijn de hotels betaald, is alles in orde? Zijn de data juist? Zijn de vliegtuiggegevens juist? Enzovoort enzovoort. Dat je niet voor verrassingen komt te staan. Daarvoor is deze energie goed voor volgende week. En dan, ja, Scorpioen, ik kijk altijd eerst voor jou in ascendant. Het correleert altijd het beste op astrologisch vlak. Kijken voor Scorpioen in zonteken, dan zal dit meer correleren met jouw carrière, job en Scorpioen in maan. Dat zijn jouw gevoelens, jouw thuisbasis ook enzovoort. Maar jouw achtste huis wordt belicht. Dat is een huis van transformatie. Dat is een huis van de dieptes te gaan opzoeken. Dat is ook een huis die spreekt over belastingen. Dus sowieso zal deze transit over een transformatie gaan bij jou die je aan het doormaken bent. Die kan gaan over bepaalde belastingen die jij nog dient te betalen, al dan niet, of dat je kan terugkrijgen. En het kan ook gaan over bepaalde zaken die onder de oppervlakte liggen, die jij niet graag bekijkt. Die wensen naar boven te komen, die aandacht nodig hebben. Zaken die we verdringen, zaken van onszelf, zaken van anderen. Maar zaken die onder de oppervlakte liggen, dat is het achtste huis ook, dan naar boven wenst te komen. Het is vaak ook het achtste huis is ons gemeenschappelijk geld, met onze partner ook. Die zaken kunnen ook op financieel vlak naar de oppervlakte komen. Ik denk wel dat deze nieuwe maan een soort van een healing, een genezend proces kan brengen voor jullie. Zeker op vlak van relaties en ook eventueel jouw financiële situatie. En ik denk dat jullie echt wel vrij krachtig aan het manifesteren zijn nu momenteel. Toch astrologisch kan ik dit eruit halen. Ook dat terug is algemeen. Hè. Alles is afhankelijk van je eigen geboortechart, uiteraard. Hè. Maar het is toch een algemene energie dat er kracht hangt rond jullie manifesteringen. Ik denk, ben je nu in een relatie, dan zal transparantie belangrijk zijn in wat je communiceert. Wat jij belangrijk vindt in jouw relatie zal belangrijk zijn, maar ook dat van de andere persoon. Dus ontvang dit ook wel. Hè. En ik denk bovenal bij jullie is van jezelf durven open te zetten om diepe gesprekken aan te gaan met anderen zal belangrijk zijn. En lukt dit niet goed, dan zal het belangrijk zijn om dat eventueel via een therapeutische manier te doen met ondersteuning door therapie bijvoorbeeld. Hè. Maar die diepe gesprekken, die dieptes gaan bekijken, hè, dat is een achtste huis. Hè. Diepe duik maken in het onderbewustzijn, zelf die lagen dat we niet weten van onszelf, die we soms niet durven aan te raken. Dat zal wel van belang zijn. Dus ja, achtste huis is altijd heel zware energie, wel transformerende energie, maar soms ook wel nodig. Bovenal, hè, liefste Scorpioen, zelfliefde is nu echt wel belangrijk. Hè? Dus heel veel zelfliefde naar boven laten komen vind ik heel belangrijk. Hè? Je hartchakra hier echt heel mooi gaan openen voor de energieën, maar ook voor jouzelf. Hè? En dat kan zelfs zijn dat zaken van jouw kindertijd naar boven kunnen komen. Met betrekking tot jouw intimiteit, want het achtste huis heeft ook over intimiteit. Dus het kunnen zijn dat daar een paar blokken zitten, een paar zaken die moeten herbekeken of dienen herbekeken te worden. Het is eigenlijk allemaal gelinkt aan elkaar. Hè? Die transformatie heeft te maken met zaken die jij al meeneemt van jouw kindertijd, volgens mij. Hè? Dus heb jij dit aspect nu aanwezig in jouw leven? Voel jij dat jij een diepe duik dient te maken? Doe dit op jouw gemak. Neem de tijd voor jezelf. Wees aardig voor jezelf. Praat er eventueel over met anderen. Open jezelf op. Open jezelf. Je hartchakra openen. Dat wil echt wel zeggen. Jezelf open, je emoties openen. En durf open te zijn tegenover anderen. En dan denk ik het laatste wat ik er nog bij zal zeggen is op jullie financieel vlak. Hè. Ik denk dat er eventueel ook een periode kan zijn om kleine aanpassingen te maken op financieel vlak in jouw leven. Hoe je met je financiën omgaat. Is er daar nog evenwicht genoeg? Enzovoort enzovoort. Het zijn kleine puntjes. Hè. Maar de zwaarste is de diepe huis die diepe duik maken voor jullie. Hè. En lief zijn voor jezelf.
Dat is zo'n beetje alles wat ik heb voor jullie op astrologisch vlak voor de volgende week. Ik spring heel graag over naar de lezing zelf. Misschien voor de mensen die nieuw zijn, ik geef altijd graag mee met jullie, omdat jullie mij voor de eerste keer dan zien, dat ik tweetalig ben, zowel Vlaams als Engels. En waarom zeg ik dit? Omdat ik tijdens een lezing luidop connecteer met mijn kaarten in het Engels. Dus je zal mij wat Engels horen spreken en dat is misschien wat raar de eerste keer. Vandaar dat ik het meedeel. Ook de meeste van mijn kaarten zijn Engelstalige kaarten. Ik zal ze direct vertalen indien nodig en ook verklaren. Ik begin mijn lezingen altijd heel graag met enkele orakelkaarten. Die leggen voor mij heel mooi de basis. Er komen tal van mooie boodschappen uit naar boven. Ik heb hier tal van verschillende decks. En daarna spring ik over naar de tarotkaarten zelf. Alle decks, al mijn decks waarmee ik lezingen leg, zijn op voorhand geshuffeld geweest per sterrenbeeld. Altijd, maar ik doe dit off-camera. Het duurt gewoon te lang anders en het zijn al lange video's. Ik ga een slokje water nemen voor we beginnen. Oké. En we beginnen eraan. Here we go. Oké. Show me what I need to know, please, for Scorpio, for the collective. Any general messages, please. Thank you. Hoppa. En we zijn vertrokken. Direct 2. Oh, kijk eens, en ik zeg we zijn vertrokken. Hier staat, launching your journey. I am an interpreted traveler sailing forth into the universe. Nu, het is gewoon een kaart die erover gaat. Dat jij een nieuwe stap aan het zetten bent. Dat jij een nieuwe reis begonnen bent. En je moet dat niet letterlijk zien. Kan ook letterlijk zijn. Maar het is gewoon een nieuw hoofdstuk in jouw leven misschien. Een nieuwe stap zetten in een nieuwe richting. Hè? Ons leven is gewoon ook een reis. Hè? Een schakeling van verschillende reizen aan elkaar. Hè? Dus sowieso zijn er nieuwe reizen die we aangaan. Nieuwe zaken die ons interesseren. Nieuwe doelstellingen die naar boven komen. Hè? En dan zie je hier letterlijk 2 valiezen staan op een berg. En klaar om die wijde wereld in te trekken. Het kan ook zijn dat jullie je nu zo voelen. Het kan ook zijn dat je diepe duik maakt in de nieuwe wereld. In die psychologische nieuwe wereld. Hè? Die wereld van jou. Hè? Die interne wereld. Het kan ook. Hè? Maar ik zie wel een heel mooie kaart nog eens erbij. Coming into power. I step into my power boldly and confidently. Dus ik zei het, ik denk dat jullie aan het manifesteren zijn. Ik denk dat jullie krachtiger aan het worden zijn. Ik denk dat jullie een zware periode achter de rug hebben. Dat jullie stelselmatig daar heel mooi aan het uitkomen zijn. En waarom zeg ik dit? Omdat ik hier dit plantje zie groeien ook. Ik zie ten eerste de zon. De zon toont aan dat jij aan het groeien bent. En dan zie je hier ook nog eens dit plantje. In de woestijn heb je 1 plantje die groeit en er staan zelfs bloesems op. Hè? Dus jij bent het groeien, je bent terug in jouw kracht aan het komen en jij bent waarschijnlijk plannen aan het maken voor jouw volgende hoofdstuk, jouw volgende reis. Oké. Okay, show me what I need to know, please. Scorpio. Ja, ik zal er niet te veel aan rondhangen, maar je hebt de strength kaart. Ook daar terug. Hè. 2 maal trek ik een kaart van kracht. Het zijn kaarten die jullie komen ondersteunen. Hè. Die echt wel komen zeggen van, Schorpioen, jij bent super, super, super krachtig. Jij kan alles aan wat jij wenst. Jij hebt een enorme mooie grote visie. Jij mag een diepe duik maken. Jij mag een verre duik maken. Jij mag een volgende stap zetten. De wereld is in jouw handen. Ja, je hebt de wereld hier, letterlijk geeft ze de wereld vast. Hè. En die wereld lijkt ook niet zo groot dan, hè, als die in haar handen is. Dus ze kan eigenlijk alles aan. Ze kan die volgende stap zetten. Ze is sterk genoeg. En je ziet haar hier ook, bijna met haar been, die volgende stap zetten naar het ongekende. Zelfs het ongekende wees er niet bang voor. Hè. Dat zijn heel mooie stappen die we kunnen zetten. En het kan misschien wel een beetje, ja, je kunt er misschien wel wat bang van zijn. Van, ben ik sterk genoeg? Kan ik dat wel? Zal ik dit aankunnen? Jawel, je kan dit. Daarom zijn die kaarten hier. Daarom komen die boodschappen naar boven. Jij kan dit. Coming into my power. Boldly, confidently. Vol zelfvertrouwen. Jij kan die volgende stap zetten. Mooi om mee te beginnen, vind ik. Oké. Okay. Show me what else I need to know. Oh. Kijk eens aan. Ja, ik heb de opportunity card en de simplicity card. Ja, die opportunity is eigenlijk een heel mooie kaart om aan te tonen dat er heel veel mogelijkheden nu rond jullie zijn. Of dat er althans 1 mooie mogelijkheid is rond jullie nu.
Die maan komt hier ook terug bij. Die maan toont voor mij dat het zelfs onverwacht kan zijn dat er een mogelijkheid op jouw pad komt. En bovenal is om jouw intuïtie, jouw buikgevoel te vertrouwen bij nieuwe mogelijkheden, eventueel bij beslissingen te nemen. Hè. Je bent krachtig genoeg en vertrouw op jouzelf ook. En dan heb je die simplicity kaart. Die simplicity kaart duidt, hè, op het geroezemoes in het leven. Hè. Ik had al gezegd, hè, we zitten nu in de maand van tweeling. Tweeling heeft bovenal veel ideeën, creatieve ideeën. Is continu bezig, dat is een bezige bij. Dat is een vinger in verschillende honingpotten. Let op daarmee, hè, dat je niet erover gaat. Dat je niet te veel wenst te doen. Hè. Terug, dus probeer de zaken simpel te houden. Focus op één iets, werk het af en ga dan pas naar het volgende. Zo bewaar je ook jouw rust. Daarover spreekt deze kaart, de Simplicity kaart. Ook als je bijvoorbeeld een uitweg niet weet, hè, probeer het simpel te maken. Elimineer de zaken die je niet nodig hebt. Trechter, zeg ik altijd. Probeer een trechter te gebruiken, elimineren en dan kom je eigenlijk tot het eindresultaat. En dit is wat jij dan ook nodig hebt om een volgende stap eventueel te zetten, om een oplossing te bekomen waar er geen oplossing lijkt te zijn, enzovoort, enzovoort. Oké. Okay. Show me what I need to know, please, for Scorpio. Any general messages, please, for the collective. Oh, Scorpio, show me what I need to know, please. Show me what I need to know, please, for Scorpio. Ja, ik moet iets tonen. Kijk eens. Ik zal eerst deze kaart tonen. Je ziet deze hand, hè. En er staat op in de hand... The universe is your partner. En dat vind ik zo speciaal om te tonen, want het toont aan dat jij het universum in je hand bijna hebt. Dat het universum jou ondersteunt. Dat je de hand krijgt van het universum. Dat je alles aan kan, als het ware. En dat heb ik nog nooit gehad. Want mijn kaarten vallen niet toevallig, hè. Als dit nu niet net hetzelfde is. Liefste schorpioen, ik denk dat jullie dit ook wel kunnen zien. Hè? Ze heeft de wereld, de universe, de wereld in haar hand. Deze hand komt net hetzelfde vertellen. Jij bent krachtig genoeg, jij kan alles aan. De wereld lijkt niet zo groot alsof dat die misschien is. Misschien ben jij bang om bepaalde stappen te zetten. The universe is your partner. Gebruik die krachten rond je. Gebruik het mooie van de wereld rond je. En dat is dan letterlijk ook de natuur bijvoorbeeld. Gebruik de natuur in jouw voordeel. Ga eens wat meer naar buiten. Aard eens wat meer. Als je niet begrijpt wat aarden is, twee voetjes gewoon op de grond zetten. In de natuur, blote voetjes. Rust bewaren. Ik werk gewoon heel graag met astrologie. Waarom? Omdat het mij connecteert met de energieën. Dat is een voorbeeld van connecteren. The universe is your partner. Ik werk samen met de energieën. En iedereen doet dit op zijn eigen of haar eigen manier. Dit brengt balans, dit brengt structuur in ons leven. Dubbele boodschappen. Wauw. Dat is al 3 keer 4 dat ik heb voor jullie. Dubbele 4 hier. En hier ook nog eens een 4. Een 4 staat voor mij voor balans, voor structuur. De 4 poten van de stoel. Dus een periode dat jullie meer structureel, meer structuur aan het implementeren zijn. Waarom? Ik denk dat je gewoon een bredere visie ook aan het krijgen bent. Waarom? Omdat je een diepe duik aan het maken bent. Dan heb ik een heel mooie kaart voor jullie. The Wailing Tree, Reconciliations, dat is terug samenkomen met mensen van vroeger. Dus het kan zijn dat met mensen dat jij in ruzie gelegen hebt, met mensen dat je een schil gehad hebt, hè, met mensen dat je niet overeen mee kwam op een bepaald moment, moment dat je nu terug samenkomt, hè, dat je terug een kans krijgt om bepaalde oplossingen te vinden met iemand. Mooi, dat brengt verandering terug voor jullie, hè. The Wailing Tree. Ik zie hier ook terug, hè, de 9 en de 5. Hè? 9 en 5 is 14, 1 en 4 is 5, is verandering die op jullie pad komt. Waarom? Omdat je terug met mensen kunt connecteren, eventueel van het verleden. En...
Dat is die diepe duik maken. Hè? En het achtste huis, dat is ook het achtste huis, spreekt ook over anderen. Hè? Andere mensen, dat is niet enkel jezelf. Hè? Die diepe duik maken is te samen met iemand anders, waardoor dat je tot een oplossing kan komen. Fantastisch om te zien. Oké, we gaan verder. Oké, show me what else I need to know. Show me what I need to know, please. For Scorpio, for Collective, any general messages, thank you. Kijk eens aan. Balance, spirituality and practicality. Ja, the full moon in Pisces. Ja, voor sommigen kan het wel zijn een diepe duik. Daar kan je soms wel jezelf ook eens verliezen. Dus deze kaart spreekt over je spirituele zijde en je praktische zijde. Dat je daar een mooie onderscheid dient in te maken. Hè. Alles met een te is nooit niet goed, zeg ik dan. Hè. En door misschien een te diepe duik in het spirituele te maken, kan je soms die praktische zijde van jezelf eens verliezen. Hè. We dienen nog altijd zeer praktisch te zijn, helaas, in dit leven. Hè. We dienen ook ja, ons werk te doen, enzovoort, enzovoort, en te plannen, en noem maar op. Dus balans tussen jouw spiritualiteit en jouw praktische zijde. Hè. En wat jij leert uit jouw spirituele wereld, breng dit ook in praktijk. Oké. Show me what I need to know, please. Ja, hold the space, de Druid card. Het zijn allemaal spirituele kaarten voor jullie, hè. De Druid kaart is ook daar, hè? Dat is een kaart die spreekt ook over kracht. Hold your space, hold your momentum. En allemaal gerelateerd, allemaal. Gebruik de krachten rond je, gebruik jouw innerlijke krachten. Het licht komt daaruit. Ja? Jij bent sterk genoeg zoals deze Druid. Hè? Vroeger zeiden ze, ja, zeer gekend in het noorden van Engeland... Als ze mensen niet verstonden, was het een druid, een wijze man, een wijze vrouw, was een witch. Dat zijn eigenlijk heel mooie complimenten, maar gebruik jouw wijsheid. Zet het in practicaliteit, hè? In praktische zaken. Het universum is jouw partner. Wat een mooie boodschap. Ik zal hem misschien gebruiken voor de titel, ik zal het niet opschrijven. Oké. Fantastisch om mee te beginnen, Scorpioen. Wij gaan over naar de tarotkaarten zelf. Even rechtzetten. Ik neem algemene boodschappen voor jullie. Het zijn kaarten die eruit flippen. Ik zal ze tonen en dan nog eens verklaren met een tweede deck die hier klaar ligt. Alright, here we go. Show me what I need to know, please. Thank you. Oh, Scorpio. Show me what I need to know, please. Thank you. Any general messages, please, for the collective, for Scorpio. Thank you. Any general messages, please. Thank you. Anything else I need to know, please. Thank you. And one advice card, please. En op de grond. Ja. Okie dokie. Twee achten. Kijk eens aan. Oké, geen grote arcana. Dat is interessant. Het spreekt over vele details. Spreekt dan ook weer letterlijk over volgende weken. The Seven of Pentacles. Het is een kaart die eerst toont aan mij dat je iets aan het leren bent. En ik denk ook dat je geduld aan het leren bent. Ik denk dat jij op weg bent naar een hoop en een droom dat je wenst in vervulling te laten komen. En waarom zeg ik dit? Omdat hier twee achten liggen en de 10. En dat toont mij aan dat jij... je ziet hier ook deze struik. Hè? Die man heeft lang gewerkt om al deze muntstukken op die struik te kunnen krijgen. Hè? Dat is blijven bewateren, niet opgeven, blijven doorzetten. Hè? En eigenlijk is hij nu aan het afvragen van, ja, maar wanneer mag ik ze eraf halen? Hè? Wanneer is het mijn beurt om eens gelukkig te zijn? Wanneer mag ik ze allemaal eens gebruiken, die geldmuntstukken? Maar
Terwijl je dit aan het afvragen bent, ben jij wel aan het leren wat geduld is. Hè? Dus je bent iets letterlijk aan het leren. En het kan ook zijn dat jullie iets aan het leren zijn nu momenteel dat je kan ondersteunen op vlak van jouw carrière, op vlak van jouw job. Hè? Daarover spreekt deze kaart ook wel. En ik denk daardoor dat jij krachtiger aan het worden bent. Hè? Meer zelfvertrouwen aan het creëren, aan het krijgen bent in jouw leven. Nu waarom? Omdat jij een basis aan het opbouwen bent. Daarover spreekt deze kaart voor mij. Aan die basis met die vieren die hier liggen. Ik heb hier nog eens een Four of Swords ook. Dus veel vieren kan zijn dat je veel vieren nu ziet. Met veel achten ook. Dit kan ook. Ten of Pentacles. Ten of Pentacles is huisje, tuintje, boompje. En dat ziet er voor iedereen anders uit. Dat is eigenlijk een afronding. En eigenlijk een moment van dat je je afvraagt van... Ach, wanneer mag ik nu eens al het geluk hebben? Wanneer kan ik nu eens... ademhalen, wanneer mag ik ja, hetgene wat ik wens in mijn leven, wanneer komt dit mij toe? Hè? Ik zei het al, hè, je bent daar op weg, je bent naar een nieuw hoofdstuk aan het gaan daarvoor, maar we dienen allemaal stapjes te doorlopen, uiteraard. Hè. Weet dat jij krachtig genoeg bent om alles te kunnen aantrekken. Hè. Die strength kaart hè, die vraagt ook aan jou om in jouw diepste binnenis die energie naar eruit te halen. Er zit daar heel veel potentieel, heel veel energie. Kijk eens wat daar allemaal aanwezig is en laat dit ook naar de buitenwereld tonen en gebruik dit ook wat er hier allemaal aanwezig is, die kracht in jou. Nu, voor sommigen, ik kan letterlijk zeggen opportunity en dan daaronder een Two of Cups. Dus er is een mogelijkheid voor liefde, sowieso. Dat is de allereerste opinie van mij als ik die kaarten zie. Nu, een Two of Cups is ook een keuzekaart. Hè? Het kan ook zijn dat jullie een opportuniteit zullen hebben, dat je meerdere opportuniteiten zult hebben. Of het kan gewoon zijn dat je een opportuniteit hebt om iets te kiezen in de liefde. Iets die meer voor jou past. Iets meer die ja, want ik heb hier de maan hier ook nog eens. Die emotioneel, iemand die emotioneel beter bij jou past. Letterlijk denk ik wel dat er een opportuniteit zal zijn voor jullie, voor liefde, indien jij dit wenst. En dien je een keuze te maken in de liefde, dan vragen de kaarten om het te simplifiëren. Verschillende zaken elimineren, die trechter te gebruiken en dan kom je eigenlijk tot een oplossing. Four of Swords, hier ook terug. Hè. Ik zei het, het is speciaal weer. Hè. Twee vieren onder elkaar, hè. Kijk eens. Ik heb hier de Four en hier ook 3-1. En die valt letterlijk daaronder. Dus voor mij de Four of Swords is 1 een recuperatiekaart, maar 2 is een kaart terug om mentale balans te creëren. Waarom en hoe? Omdat jij beseft dat jij kan samenwerken met de energie. En ik denk dat jij een diepe duik aan het maken bent in het spirituele, in het psychologische van je. En dat er heel veel antwoorden naar boven aan het komen zijn die een bepaalde balansstructuur terug aan het opbouwen zijn. Hier bij jou ook op mentaal vlak. Hè? Dat de zaken duidelijker aan het worden zijn voor jou. Hoe alles in elkaar zit. Dit krijg ik hierdoor. En ik denk dat je daarvoor dat je nog in dat proces bent en dat jij nog veel rust ook nodig hebt. Rust om bepaalde downloads ook te krijgen. Ja, en dan 2 achten. Hè. Ter allereerste is communicatie dat kan komen naar jou. Reconciliation. Je kan communicatie krijgen van iemand om terug samen te komen. Dus waarschijnlijk iemand van het verleden, vriendin, vriend. Dus ja, ik zeg het, 8 of 1 is communicatie, maar het toont ook aan de 8 staat voor mij altijd voor kracht. Hè. Die krachtkaart, de strengthkaart, is nummer 8. Hè. Dus jij bent sterk genoeg om over gelijk welk obstakel te komen. Obstakel dat er komt zodanig dat jij terug kunt samenkomen met gelijk wie dat jij wenst samen te komen. Dus die energie ligt hier ook wel. Hè. Die foundation, die wailing tree, ja, je ziet hier ook, die boom staat in vuur en vlam. Hè. Maar die stronk is heel breed. En daarover spreekt die energie ook. Hè, dat die basis moet breed zijn. Hè, om een reconciliation, een ik kan het niet in het Vlaams zeggen, om terug te connecteren met iemand van het verleden. En ook hier, ik zie dat jij heel hard aan het werken bent. Kijk, 8 of Pentacles, je ziet ze hier werken, die persoon, voor de laptop, niet opgeven, voortgaan, krachtig zijn, geen afleiding gebruiken, de gsm ligt aan de kant, een glasje water aan de kant, de tas koffie ligt aan de kant. Nee, ik laat mij niet afleiden, ik blijf doorzetten, ik geef niet op, want ik ben op weg
naar mijn negende pentakel. En de negende pentakel is degene die jij wenst. Dat is jouw hoop en jouw droom. En dan ga je naar die tien. En de tien is volledig alles. Dat is de afronding. Oké, ik ben er geraakt. Dus ik zie dat je aan het werken bent daaraan. Ja, je bent hard aan het werken ook. En de kaarten vragen om geduld te hebben. En dan heb ik advies ook. Ook terug, pentacles op job gerelateerd vlak. Ik heb bijna allemaal pentacles voor jullie. En het toont aan, volharden, niet opgeven. Alles zal je tegemoet komen op tijd en stond, maar jij dient gewoon te volharden. Hold your space. Die druid kaart. Hold your space. Fantastisch om te zien. Oké. Ik ga die Two of Cups verklaren. Clarify the Two of Cups, please. Clarify the Two of Cups, please. Oeh. Mm-hmm. Ja, de Six of Swords valt eruit. Dat is toch iets achter jou laten, hè. Vooruitgaan naar jouw doel, naar jouw dromen. En dat is waarschijnlijk die partner die jij wenst ook in jouw leven te hebben. Hè. Ik denk dat er een opportuniteit is. Hè. Gewoon omdat jij niet opgeeft. Hè. Omdat je daar blijft aan werken. Je blijft ook aan jouzelf werken. Hè. Die diepe duik, dit achtste huis. Hè. Ik heb twee keer de Ten of Pentacles. Hè. Het valt er twee keer uit. Het is er nog eens uitgevallen. Dus toon mij echt aan dat jij daaraan aan het werken bent. Dat je daar naartoe aan het... Dat is ook financieel gestabiliseerd geraken. Hè. Financieel stabiel zijn, zodanig dat jij daar van daarop kunt verder werken naar wat jij nog wenst aan te trekken. En voor sommigen zal het letterlijk een partnership zijn die jullie nog wensen aan te trekken. En ik denk gewoon dat je in een transitieperiode bent. Hè. Dat je vooruit aan het kijken bent en dat je die woeligere tijd gewoon achter jou laat. Ja. Oké, Four Swords, please clarify that for. Oh, ja, ja. Door eventjes rust te nemen, hè. Dan, door rust te nemen kan jij, en door te kijken naar jouzelf en een diepe duik te nemen, dan kan jij jouw mindset ook veranderen, hè. Jouw mindset in plaats van negatief te kijken naar positief. Kijk eens wat er allemaal aanwezig is in je leven in plaats van wat er niet aanwezig is. Want zo blijf je zo wat hangen in dat negatieve. Hè? Ik heb de Five of Cups, is echt een kaart die aantoont dat je naar het negatieve kijkt in plaats van het positieve. Dus gebruik die tijd voor jouzelf, hè, om die structuur, die basis van jouw gedachtegang ook breder te maken, hè, en positiever te maken. Dat is een belangrijke. En werk daarmee met de energieën van het universum rond je. Oké, okay, clarify the Eight of Wands, please. Clarify the Eight of Wands. Oeh, Three of Pentacles. Nice. Ook terug pentacles. Hè? Ik denk dat jullie echt iets aan het leren zijn. Hè? Ik denk dat je naar een moment aan het komen bent dat alles terug zal samenvallen. Dat de puzzelstukjes ook weer wat meer in elkaar zullen vallen. Het kan zijn dat jullie iets zullen leren, meer creatiever zullen zijn. Op een andere manier kijken hoe dat jij met andere mensen kunt samenwerken algemeen. Waardoor dat je een herconnectie kunt hebben met iemand van het verleden eventueel. Ja. Maar Three of Pentacles is voor mij een kaart van collaboreren. Maar is ook op een creatieve manier samen gaan werken. Naar de toekomst gericht gaan samenwerken met anderen. Het zijn ook uw lange termijn doelen die duidelijker aan het worden zijn. Hè? Waarom? Omdat jij niet opgeeft. Het is gewoon, die boodschappen zijn zeer simpel. Eet. Hoppa. En nog eens een vier. En nog eens een pentacles. Bijna allemaal pentacles. Wauw. Dus jullie zijn heel duidelijk bezig met jullie carrière deel toch hoor. Echt waar. Carrière, iets leren, financiële aspect van jullie leven. Te veel pentacles. Probeer een balans te houden in op je financieel vlak. Is hier belangrijk. Evenveel uitgeven als er binnenkomt. Hè? Dus daar die inkomsten en die uitgavenbalans in orde houden.
Maar volgens mij ben jij aan het werken aan jouzelf. Volgens mij ben jij ook stabiliteit in jezelf aan het creëren, die basis aan het uitbreiden. Dat is hier het belangrijkste dat ik meekrijg met deze kaarten nu momenteel. Hè. Hold your space, geef niet op, blijf vooruit gaan. Hè. Dat blijven die kaarten hier continu aan jou vragen. Hè. Gebruik jouw krachten. Ja, ja. Ik zal het hier afronden, liefste schorpioen. Wat een lezing opnieuw. Hè? Ik hoop dat enkele boodschappen voor jullie resoneren. Ik vind het alvast heel mooi om te zien. Hè? Ik zie een heel mooie evolutie en groei voor jullie. Als deze boodschappen resoneren, mag je de video liken. Je mag je ook altijd abonneren als je dit nog niet gedaan hebt. Dat ondersteunt het kanaal en mij ook. Het is altijd leuk om extra abonnees te hebben. En je kan ook altijd op het belletje klikken. Dan word je wekelijks op de hoogte gebracht van elke nieuwe video die ik upload. Ik wens jullie nu eerst en vooral een goed weekend. Een hele leuke nieuwe week met deze nieuwe maan die eraan komt. En dan hopelijk tot de volgende keer. Dag liefste schorpioen. Dag.